We gaan door naar Escanar in de Campo, waar ik heb afgesproken met Tom en Petra voor een bijzondere ceremonie. 3 jaar terug pakten ze hun biezen vanuit Nederland hier naartoe. Ik ben wel heel erg benieuwd waarom zij deze keuze hebben gemaakt om zo abrupt weg te gaan uit Nederland. Ik weet echt totaal niet wat ik vandaag ga verwachten, maar ik laat me helemaal... Laat je verrassen? Ja! Om even kort uit te leggen, deze drumceremonie is echt een spirituele ceremonie waarbij de drum echt centraal staat. En eigenlijk door middel van die geluiden, ik heb het idee dat je dan zelf een beetje mag bepalen wat je mag doen, weet je, dat je een bepaalde ritme, dat je gaat dansen. En door die geluiden raak je dus een beetje in een soort van trance, zeggen ze. En dat, door die geluiden ook, krijg je ook bepaalde nieuwe inzichten. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of ik ook in trance ga raken vandaag. Mijn intentie is om gezond en gelukkig te mogen leven. En voor mijn familie en vrienden. Oh, wauw. Hallo. Hallo. Beautiful. Dankjewel. Kort uitgelegd over de ceremonie, door de monotone trilling van de drum komen lichaam en geest in een andere staat van zijn. Door deze andere staat van zijn voelt men zich volledig ontspannen en in een soort van lichte trance. In deze lichte vorm van trance kan degene die een trance journey ondergaat contact maken met het onderbewuste, waar alle antwoorden liggen opgeslagen die nodig zijn om te helen en te transformeren. Ik was heel nieuwsgierig, want je moest dus je ogen dicht doen, maar iemand naast me had best wel veel emoties. En ik wilde eigenlijk even kijken wat diegene aan het doen was. Maar het voelde ook heel erg privé, weet je. Zo van, als ik nu mijn ogen open doe, dan breek ik in iemands privacy. Dus dat heb ik bewust niet gedaan. En ik had wel een beetje door die geluiden dat ik toch... Omdat ik net vroeg ik het natuurlijk al aan Tom van, mag ik een beetje dansen? Maar dat is dus niet de bedoeling, wat ik dus wel dacht. Maar ik had wel een beetje het idee van, ik voel wel een beetje bewegen met mijn lichaam of zo. Want ja, je hoort toch geluiden. Dus voor mij was het wel moeilijk om stil te zitten. Dat heb ik wel echt heel erg gemerkt. Ik heb nog wat andere dingen wat ik heb ervaren. Maar dat wil ik heel graag aan Tom en Petra zelf vragen. Wat dat dan precies inhoudt en betekent. Dus dat ga ik nu even vragen. Misschien een hele persoonlijke vraag, maar ik was best wel, maar dat ben ik ook een beetje zelf, heel nieuwsgierig. Dus ik wilde eigenlijk soms mijn ogen open doen. Heb ik natuurlijk niet gedaan, ook een beetje om de, voor mijn gevoel de privacy van de anderen. Ja. Alleen ik hoorde iemand best wel emotioneel worden. Ja, zeker. Was zij dat? Het waren er twee. Twee. Oh, wel twee, oké. Okay, tweeënhalf. Tweeënhalf. De een was voor jou, de ander. Het is een gekke tijd met de Leeuwenpoort en de COVID en alles ja. Sterren en systemen. En daar zijn die mensen heel gevoelig voor. En zij zitten in een proces en Jade zit in een proces. Ja, die gaan door hele diepe lagen heen. Nou, ik vond het best wel heftig. Kijk, ik kon het natuurlijk niet zien, maar ik zag echt ik hoorde die emoties. Toen dacht ik echt, wow, wat gebeurt er dan bij die mensen, weet je? Kijk, voor mij is het natuurlijk de eerste keer, dus misschien kon ik dan niet zo diep gaan. Maar hoe ontstaat het dan dat iemand zo emotioneel kan worden? Te maken hebben met het collectief. Met verandering kan het te maken hebben, met persoonlijke verandering. En dat hoeft niet altijd verdriet te zijn. Nee. Het kan ook een gevoel van thuiskomen zijn of een gevoel van herkenning, waardoor dat je geëmotioneerd raakt. Ik had een paar momenten, dat was heel bijzonder, jij ging op een gegeven moment zingen. Ja, misschien zeg ik echt wel iets heel raars. Ja, misschien wel. Wij vinden eigenlijk... Ongetwijfeld, dus niks raar. Misschien denken jullie, nou, die meid is niet goed. Ja, maar jij legde mijn hand op mijn hart en jij begon te zingen. En ik voelde me ineens Pocahontas. Dat is heel... Ik weet niet, ik zag Pocahontas voor me en ik was het of zo even een moment. Dat snap ik. En dan vraag ik aan jou, wat representeert zij voor jou? Ja, dat weet ik niet, want ik heb nou niet zo. Het is nou niet dat ik recent over Pocahontas heb nagedacht of zo. Maar misschien vroeger dat er een bepaalde. Als je die, ik was wel heel fan van Pocahontas, maar ik was fan van 100.000 Disney-films. Dus ja, dat is dan een van de. Maar dat, ja. Ja, maar het kan misschien van alles het zijn. Een kind of zo, wat misschien omhoog komt. Omdat ik misschien ben je gewoon wel ook een shamane van de Indianen in je zielenlijn. Oh ja, dat zou zomaar kunnen. Want je moeder is gevoelig, jij bent ook gevoelig. Ja.
Mijn vader is echt een half Indiaan hoor. Voilà. Ja, dat is echt zo. Ja. Maar ook even, want dat is dan even mijn verhaal, maar even over jullie. Want jullie zijn 3 jaar geleden dan hier gekomen. Ja. Waarom? Ons leven in Nederland was heel anders. Mm-hmm. Misschien wat saai. Ja. Dat kabbelde voort. Op een gegeven moment hadden we gewoon een gewoon baan, een koophuis. Wat voor baan hadden jullie? Ik heb altijd in de bouw gezeten, straten maken, bouwglazen, wasserij. Echt zware okay. beroepen gewoon. Ja, en ik werkte bij Museetan. Nee, hou op. Ja. Ja, dat vind ik heel leuk dat je dat zegt, maar dan zit je nu hier onder een boom. Hier. Dan zit je mensen liefde en energie te geven. Ja. Wat leuk. Maar ons leven kabbelde eigenlijk voort. Toen dacht ik, stel nou dat ik als ik 85 ben en ik kijk op mijn leven terug, ben ik dan een tevreden mens en een volledig mens zoals ik mijn leven heb zou willen leiden. En toen dacht ik, nee. Want als dit het is, in de weekenden lekker met een zak chips op de bank en een film kijken en af en toe eens wat leuke dingetjes organiseren op shamanistisch gebied. Ja, dat is het niet voor mij. En toen ben ik hier een week alleen geweest. En ik voelde, dit is wie ik ben en waar ik moet zijn. Ja. Maar dan denk je ook aan, ik heb een gezin thuis. En ik heb een koophuis en ik heb mijn verantwoordelijkheden. En dat was zo'n strijd. Maar ik kon wel vanaf een afstand op mijn leven kijken. Dat ik dacht, ja, maar dit klopt niet meer voor mij. Maar kijk, jij had dat proces dan al, maar was jij daar dan al? Het is bij mij begonnen, zeg maar, 15 jaar geleden zo'n beetje. Ja. Ik ging stemmen horen. Oh. En ik werd er letterlijk aangeraakt door entiteiten of ik ze kon helpen. Toen heb ik ja gezegd, toen kwam er een entiteit, die raakte hem aan en die zei letterlijk, kan je me helpen? Ik zei, nou, dat is goed, maar dan moet je mij helpen. En hier dan, ja. Zo zijn jullie hier terecht gekomen. Ja. Mooi. Maar merk je dan ook dat je het geluk hier nu hebt gevonden dat jullie hier drie hebben? Beste keuze ooit. Beste keuze ooit. Ja, fijn. We hebben niks meer. Toen we hier kwamen hadden we niks. Nee. We hebben alles verkocht, weggegeven. Alleen de auto, de caravan en onze trommels, onze massagetafels, shiatsu tafel. Ongelooflijk, het is echt bizar. Nee, ik wil jullie wel echt heel erg bedanken voor deze ervaring en alles. En echt voor eentje die ik in de boeken kan opschrijven. Ja. Check. Zo fijn om dit soort verhalen te horen van zulke bijzondere mensen en hoe zij in het leven staan. Het heeft mij zo nieuwsgierig gemaakt dat ik ook even wilde kijken hoe zij hier woonden op het eiland. Shortly I'll be given to old friends.